Zo. Auto zit vol. Trailertje geladen. We zijn al halverwege de week. Welkom bij deze nieuwe vlog. Ik sta hier op een hele mooie locatie in Milhezen. En het is prachtig weer. Strak blauwe lucht. En nou ja, kijk zelf maar even. Nou, je kunt nu mooi de transportband van boven zien in de stortbak. En links en rechts uit de stortbak komen ook nog twee transportbandjes. En die zorgen ervoor dat het zand en de steentjes worden afgevoerd. Een stortbak waar de aardappelen doorkomen is eigenlijk een soort filter. Dus alleen het schone spul, alleen de schone aardappelen komen op de trailer. Nou, deze chauffeur heeft het easy peasy, want hij heeft een afstandsbediening en hij kan daarmee de transportband bedienen en hij zwengt hem helemaal vol. Dus hij kan lekker in het zonnetje blijven staan. Het vrachtje zit erop. Ik ben onderweg naar het losadres. Het zonnetje is verdwenen, het is één grote grijze massa en het motregent een beetje. Dus ja, nou ja goed, we zien het wel. Ik ga in ieder geval naar het losadres, het is zo veranderlijk als het weer. Daarom is het ook het weer, denk ik dan. Ik zie jullie zo bij het lossen. Anderhalve meter. Ja. Ik sta hier met Abel en Abel vertelde me net dat hij een twee compartimenten trailer bij zich heeft. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi, want je twee klanten hebt en de een moet zoveel ton pootgoed hebben en de ander zoveel ton. Dan kun je dat in deze mooi verdelen. Maar deze lost eerst de achterkant ja. En dan de voorkant. Ja. Dus dan zou je voor een klant die een andere ras moet hebben of wat dan ook maar, eerst de achterkant kunnen lossen en dan de voorkant. Ja. Nou, het zeil zit erop. Herman kwam net naar ons toe. En we kregen patat met frikandel. Nee, wat zei die? Kroketten. Nee, kroketten kregen we. Ja, ik vroeg nog om een McTasty, maar een kroket kon krijgen. Nou, wachten wat er komt. Ja, wachten. Het zal vast goed zijn. We zien het nu. Maar, we moeten even kijken. We worden verwend hier. Of niet, Jan? Heerlijk. Heerlijk, hè? Heerlijk. Heerlijke frietjes. Even het eigen product even testen. Ja. Zo. Die vracht is gelost en het was een aangenaam verpozen. We hebben een lekker frietje gehad en ik ga nu een vrachtje veevoer laden in Duitsland. En zoals het er zich nu naar laat uitzien is dat gelijk ook mijn thuiskomertje. Dus nou, eerst maar eens even laden. Het is behoorlijk druk en ik ben nog lang niet aan de beurt, dus ik stuur de drone even op onderzoek. Deze chauffeur heeft het eerste vak al vol, maar er komt niets uit de pijp. Dat belooft niet veel goeds. Dat groene ding tussen de trailer en het gebouw is de oorzaak van de storing. Hier verstopt het, waardoor het in de silo overloopt. Vele handen maken licht werk, dus wij zijn de beroerdste ook niet en helpen deze silomeester eventjes mee alles weer op te ruimen. Goed gemaakt, hè? Goed gemaakt. Oké.
Zo, we hebben de boel schoongemaakt. Dus we kunnen verder met laden. Veeg het stof even af. En dan kan het weer losgaan. Nou, het is gelukt. Verstopping verholpen. We gaan verder met laden. Nou, alles loopt weer. En ik heb een lekker bakje koffie van Henry gekregen. Heerlijk. Heerlijk. Dus we hebben even pauze. Eens kijken wat een mooie achtergrond. Hè? Schitterend, nou. Dan is zo'n mondkapje wel lekker, hè, tegen de stof. Jazeker. Goed jongelui, nou we hebben de trailers netjes uitgeveegd. Trailertje is weer leeg. De rest mij niets anders meer dan jullie, de papieren zijn ook klaar. Dan jullie een fantastische stofwisseling te wensen en een dito stoelgang. En hou hem tussen de lijntjes met de glimmende kant boven. Zie ik jullie de volgende keer. Mooie!